Rotterdam. Bij nacht een prachtige stad. Een praal met plezier. Met drank, het lol. Met muziek. Maar in één sloppenwijk ver achter de normale wereld was één man bezig met het plotten van een verschrikkelijk plan. Zie, mannen, zie! Wij halen die detective neer. Wij slaan hem op zijn hoofd met die fles. Nee. Met die glas. Nou, met die dans, de kandelaar. Ja? Die fles en die glas zijn van mij! Ja, jongens. Wij gaan die regisseur Googol neerhalen. Met alles wat wij slechtigen gekregen hebben van Protagoras. Vuur! Alles! Nee, idioot, dat is water! Ja, dat is vuur. Ja, pas op, mensen! Oh, welcome to the party, baby. Yeah. Let me get my freak on. Yeah. Are you ready? Hip it up! Googol is mad, zaken. En mad? Ik kom eraan. Dus volgens mijn berekeningen, oftewel calculations, stond de moordenaar hier en sloeg tot dood het gevolg. Wat denkt u, Leo? Juist, ja. Maar dit was niet het werk van uw man. Het was het werk van de mannen. Nee? En een daarvan was Mexicaans. Ik heb het! Het was mijn broer. Je broer? Een rozijn. Het was een trouw van mijn broer, een lang verhaal, ik zal het kort hebben. Hij was mijn broer en ik de zijne. Hij ging het slechte pad op, ik de goede. Ik ging moorden oplossen. Hij ze veroorzaken. Het is een tragisch verhaal vol treur en breur. We kiezen elk een ander moraal. Een ander accent. Maar dezelfde sneer. Eerst week! Het vuur heeft gefaald! En jullie! Jetzt gibt es nur eine Auflösung! Dies! Ich weiß nicht, was es ist. Leo, ik ga naar mijn plek om te denken. Want daar zal ik verzinnen waar ik mijn broer vinden kan. Hallo Leo!
Nee, hij was dood. Ja, hij is dood. Mijn broer, hij was heur. Hij is niet deur. Zal Googol zijn eigen broer aangeven? Of neersteken? Volgende week, zelfde tijd. Een slogan.